De Stichting voor de Scholen van Suriname, STSS, laadde gisteren de laatste zeecontainer uit ten behoeve van het schoolhulpproject. Dit vond plaats op het terrein van de Stichting Unupiking te Boerbuiten. De container was gevuld met schoolbenodigdheden voor de basisscholen van Suriname. Het is de 81ste container afkomstig uit Rotterdam. Het schoolhulpproject is in 2005 met behulp van de Nederlandse schoolleider Kees Verschoor gestart door Irene van Dijk, oprichter en voorzitter van de STSS. Het project heeft intussen 266 scholen in Suriname voorzien van nieuw meubilair. Verschoor is trots op het werk dat hij samen met de zusterstichting STSS heeft verricht. Maar in totaal hebben we voor 936 meter aan zeecontainers deze kant op laten gaan. En ik durf te zeggen dat er 22.500 kinderen op een ander stoeltje aan een ander tafeltje zitten. En het mooiste is dat we op die manier 262 lagere scholen in de hele republiek, zonder aan richtingen te denken, hè, of nou EBG is, of Scholen uit de Bijbel, of Sanaat en Darm, of openbare school, alle scholen hebben kunnen indienen een aanvraag. Dat hebben 262 scholen ook gedaan. En ze hebben allemaal gekregen. STSS-voorzitter Van Dijk zegt dat de laatste container in 2015 zou arriveren omdat de fondsen minder werden. Maar Van Dijk wilde niet stoppen. Precies zoals we zijn begonnen, zo zullen we doorgaan, zei ze toen. Haar doorzettingsvermogen om, ondanks het tekort aan gelden door te gaan, is beloond. Er kwamen weer fondsen vrij om het project te continueren. Nu er geen containers meer vanuit Nederland komen, ligt het aan Suriname om dit project voor te zetten, zegt Van Dijk. Suriname is bewust geworden. Verschillende organisaties zijn tot leven geroepen of zijn overgegaan tot ook een hulp te bieden aan de scholen. En dat hebben we gemerkt. En vooral onze First Lady, hè, die dus echt de kinderen een warm hart toedraagt. En met heel veel plezier volgen we haar. En als we weten van ergens is er hulp nodig, dan zijn we ervoor. De Stichting voor de Scholen van Suriname houdt niet op met te bestaan. Een mevrouw die spontaan een lied zong om Van Dijk te bedanken voor het werk dat zij afgelopen jaren heeft verricht. De Stichting voor de Scholen van Suriname laadde gisteren bij Unupiking de 81ste, tevens laatste, zeecontainer uit, gevuld met schoolbenodigdheden voor basisscholen van Suriname.